Dag en welkom bij week 8, dag 4 van de Summer Swelling Challenge. Vandaag is een borst- en schoudertraining. Nou, we starten met een piramide op de machine chest press. We gaan gewoon, elke set ga je telkens iets harder. Dus van 15 naar 12 naar 9 naar 6. Nou, bij deze variant die ik heb is een live fitness machine. Ik doe letterlijk gewoon de pin telkens eentje omlaag. Dus ik begon volgens mij op 45 kilo, 50 kilo, 55 kilo, 60 kilo. Dus dat is hoe ik hem opbouw. Belangrijk is schouders naar achteren en omlaag. Blijf met je borst en je billen tegen het bankje aanzetten. Je onderrug mag best wel iets van de bank afkomen. Volgende oefening die we gaan doen is een 1 klein split machine press. De bedoeling van deze oefening is dat je een gigantische pomp krijgt. Dus je gaat verzuren. De sets van 30 herhalingen zijn extreem zwaar, 20 en 10. Dus die ga je echt moeilijk kunnen halen. Ga niet te zwaar. Ik deed volgens mij 60 kilo, 80 kilo of 90 kilo. Zo heb ik hem letterlijk gedaan. Belangrijk is, probeer je onderrug op de bank te houden. Maar wel met je schouder naar blauw naar achteren en omlaag. Pak hem vast zodat je onderarm recht naar beneden staat naar de grond toe. Nou, dan hebben we de extreme dropset op de reverse fly. Je ligt met je borst net over de bank heen. Kan je goed zien in het filmpje. Blijf naar de grond duwen. En denk alsof ware, ik heb twee schoonmaakdoekjes. En over de grond heen duw ik ze opzij. Dat is letterlijk de hele beweging die je maakt. Dus het zijn kleine stukjes. Nou, de bedoeling is 60 herhalingen, 30 herhalingen, 10 herhalingen. Wat ik meestal zou adviseren, halveer je gewicht. Dus bijvoorbeeld doe 12 kilo, 6 kilo, 3 kilo. Dat is hoe je het ongeveer zou indelen. Ik heb de drops iets kleiner gemaakt, omdat ik merk gewoon van als ik op een gegeven moment een bepaald gewicht kan, kan ik wel gewoon doorgaan. Maar in het begin zou ik zeker aanraden, drop je gewicht behoorlijk, want je gaat echt stuk. En de beweging hoeft niet heel hoog, ver te zijn. Eén ding waar je op wil focussen, bij alle oefeningen die we voor de achterkant schouder doen. Hier is de contractie waar mijn vingers nu aanwijzen. Je middendeel van je rug, dus als ik van boven op jouw rug zou kijken, span je niks aan. Want het is alleen maar een kleine beweging vanuit je schouder. Ga niet proberen je schouderbladen naar elkaar te trekken, dan ga je echt last van je nek krijgen. Waardoor je ook heel vaak last van je nek kan krijgen, is tijdens deze oefening is naar links en naar rechts kijken. Trek je kin in, eigenlijk dat je een dubbele kin krijgt, dat is eigenlijk de perfecte houding die je kan hebben. Dus beweeg je hoofd zo min mogelijk. Want daarmee zorg je ervoor dat je in ieder geval geen beschadiging oploopt aan je nek door naar links en rechts te kijken. Want dan kan je echt behoorlijk last van je nek krijgen. Dus dat raad ik absoluut af om dat niet te doen. Nou, volgens mij ben ik bij mijn laatste drop. Paula geeft nu een gewicht aan. Ik had echt geluk dat zij er toevallig bij was. Nou, dan kon ik in ieder geval de oefening en ik achter elkaar doordoen. En als laatste oefening hebben we de dumbbell side lateral raise. 5 setjes van 10, 45 seconden rust. Hou de klok er echt bij, want je wilt dat verzurende effect in de zijkant van je schouder weer hebben. De zijkant van je schouder reageert best heel goed op verzuring, niet zozeer op zwaar trainen, maar echt op een pomp erin creëren. Dus ik focus er echt op om die tijd rust zo kort mogelijk te houden. Op 45 seconden start ik de set. Zodra ik klaar ben, klok aan, op het moment dat die om is beginnen. Belangrijk is, trots rechtop zitten. Ik ga dus rechtop zitten. Ik trek mijn schouder achter omlaag. Dan staat mijn buik nog als het ware opgerekt. Dan blaas ik uit en dan duw ik mijn buikspieren op elkaar. Dat is mijn starthouding. Vanaf hier duw ik naar de grond en zijwaarts opzij. Nou, aan het einde van de training heb ik nog even wat shoulder presses heel zwaar gedaan. Dit is meer een push press variant die ik heb gedaan. Die staat niet in het schema. Dus ik doe soms wel eens wat meer dan in het schema staat. Dus als jij nog het idee hebt van oké, ik wil nog wat doen, dan kan dat.